we staan hier nog steeds op het kick-off evenement van de Insectenweek. En een van de sprekers hier vandaag was Midas Dekkers, bioloog, schrijver van vele boeken. En ik zou dan zeggen natuurfilosoof, maar ik weet niet of dat een term is die u zelf voor uw vakgebied gebruikt. Nee, dat is veel te hoog gegrepen. Okay, ja. Natuurouwehoer komt beter in de richting, denk ik. Maar ja, het is iets wat ik telkens zoek en ook vind in uw boeken en in uw lezingen. En dat is dat, voor u is heel die biologische wereld, u hebt het gestudeerd, u hebt de werkingsmechanismes gestudeerd. Maar voor u is dat ook een immense voedingsbodem voor ja, filosofische beschouwingen. Ja, wat ik probeer... Zeker toen Darwin nog niet aan het woord was geweest met zijn evolutietheorie. Toen was de hele biologie was een verzameling anekdotes. Een soort losse verhalen. Van een beest is heel groot. En een beest met een hele lange nek. En een beest die kan ontzettend steken. Allemaal verhalen, anekdotes. Helemaal niks mis mee. Maar geen wetenschap. Het wordt, als je een verhaal wil vertellen, dan moet je de dingen die gebeurd zijn, die moet je aan elkaar lullen. Er is is geen ander woord voor. En dat noemen wij de wetenschappelijke vooruitgang. Dat het net is alsof wat er hier gebeurd is iets te maken heeft met wat er daar lang geleden ooit een keertje gebeurd is. En als je als je geboren wordt en je kijkt uit je wiegje naar buiten, dan is de wereld één chaos van allemaal dingen die gebeuren. En dan is het weer dag en dan is het weer nacht. En dan is er een boze tante en dan is er een lieve tante. En dit is lekker en dat is vies. En je wordt er absoluut... Dus wat je je hele leven lang doet, is proberen om in al die chaos om je heen een ordening aan te brengen. Die natuurlijk onzin is, want jij brengt een andere ordening aan dan ik. En dan heb je nog godsdienstwaanzinnigen, die hebben weer iets anders verzonnen. Maar voor een bioloog is het gewoon lekker om alles wat al die beesten en al die planten daarbuiten doen, om, nou, het wordt, zingeving gaat niet zo ver, maar structuur zoeken. Ja, dat vinden we prettig. Ja, ja. En goed, ja, we staan op de Insectenweek. Ik heb vandaag geleerd dat u zelf als wantsenman begonnen bent, of eventjes actief geweest bent. Dus ik neem aan dat de insectenwereld, of zelfs specifiek de wantsenwereld, dan u dan ook wel tot bespiegelingen kan bewegen. Ja, nee, ik trek die wans wel een beetje voor, hoor. Want soms, de meeste mensen weten niet eens wat een wans is, maar ik wel. En als ik dan soms wel eens in de krant, staat er in een heel klein berichtje dat de wansen in West-Amerika of zo een oogst van duizenden hectare naar God hebben geholpen, dan denk ik, Jongens. Mijn discipelen hebben het gedaan. Het zijn mooie beestjes, ze zijn heel mooi gedesigned. Sommigen hebben een mooie schildvorm. En dan heb je die roofwansen die, met die ogen vooraan. Ja, die zien er een beetje gluiperig uit, ja, ook inderdaad. En heb je op de gemaskerde roofwans, die leeft alleen op zolders, waar het een beetje stoffig is. Dat die, en dan vergaart hij wat stof over zich heen, dat hij opgaat in de omgeving. Maar die oogjes, die zie je daar tussendoor, die loeren en die loeren. Of zo. Dus een van de weinige prooietende wansen die er zijn. Verder zijn het hele vreedzame plantensapzuigers. Of zoals mijn professor in de entomologie dat op college noemde, vitefage sapzuiger. Maar dan moet je Amsterdamse kunnen praten. Vitefage sap, ja. Wij hadden vroeger van die groene wansen in de tuin. En ik herinner mij vooral dat als je daarmee gespeeld had, dat je je handen nog mocht wassen zoveel je wou, maar dat die alarmgeur daar niet af te krijgen. Ja, ze zijn goed, hè. Scherpe. En dit zijn dan nog maar de milde Europese vormen. Ja. Maar je hebt in India bijvoorbeeld, zijn er wansen die zo verschrikkelijk stinken, dat zelfs de Indiaaiers, die op het gebied van geuren toch wel iets gewend zijn, die wansen 3 kilometer buiten het dorp weer neerzetten, want ze kunnen ze ook doodmaken, maar dat helpt niks met die stank. Die moeten echt weg.
Er was onlangs een filmpje van een paar Japanse onderzoekers, die ook met zo'n soort stankwand bezig waren. En er waren een paar jonge mensen en die vroegen zich af of die wand wel tegen zijn eigen geur kon. Dus dan hebben ze ze met 30 in een hele kleine bokaal gestopt en ze vallen flauw van hun eigen geur, hebben ze ontdekt. Ik denk dat ze er een Ig Nobelprijs voor gekregen hebben, dat de wand flauw vallen. Het zegt iets over wansen, maar het zegt ook iets over Japanners natuurlijk. Dus vooroordelen, ben er dol op. Ja, wansen en Japanners samen, dat kan alleen maar vierlijk. Goed, we doen hier in Vlaanderen een hele insectenweek. Dus mensen gaan nu op insectenwandeling en gaan dan insectenhotelletjes gaan maken enzovoort. En die gaan nu hele activiteiten doen. Kan u het aanraden, de insectenwereld, als een soort boeiende hoek van de biologie? Veel leuker dan onze eigen wereld. Er zijn er veel meer, ze zijn er veel gekker. En ja, zij kennen die ene grote tovertruc. De metamorfose, hoe je van het een het ander wordt. En als je bijvoorbeeld de damesbladen leest, er staan altijd artikelen in van dames die eigenlijk een ander soort van dames zouden willen wezen. En dan staat er in zo'n damesblad hoe je met behulp van het juiste parfum en de juiste dingen koken voor je man en de juiste dingen zeggen tegen je kinderen. Een ander, beter mens. Dat lukt ons natuurlijk nooit. Maar die insecten. Je bent eerst een rups. Nou ja, een raar ding. En dan ga je verpoppen. En dan kom je. Dus voor een rups is er altijd hoop. Maar voor ons. Beter dan dit wordt het niet bij ons. Maar wat ook miraculeus is, dat dat in die pop, veel mensen, en ik zelf ook, die dachten, ik dacht en veel mensen denken dat die rups een beetje heel langzaam verandert en dat er vleugeltjes uitkomen en pootjes. Maar die rups die wordt gewoon een soort soep. Die lost op en dan schijnbaar vanuit het niets ontstaat er een vlinder in de soep. Ik heb dat verhaal wel eens beeldend verteld. En na afloop van dat ik dat verteld heb, heeft de betreffende persoon nooit meer ertessoep durven eten. Want dat ziet er dus heel erg uit. Dus zo'n, die rups die lost dus helemaal op. Maar het leuke is dat er dus in die rups, daar zitten dus een paar cellen. Die zijn eigenlijk al vlinder. Een paar kiemetjes. Want dus in de rups zit de kiem van de vlinder al ingebouwd en die vlinderkiem die eet die rups op. Dus eigenlijk heeft die rups een soort zelfmoordpil al in zichzelf. En die zelfmoord, het leuke is dat het ook voor mensen opgaat. Wat willen kinderen? Kinderen willen volwassen worden. Maar je kunt alleen maar volwassen worden door het kind wat je zelf ooit was. Je kunt niet tegelijkertijd, sommige mensen proberen dat wel, je kan niet tegelijkertijd en kind en volwassene zijn. Dus één van twee en je moet echt, nou dat heet puberteit, dat gaat dan altijd met een nodige narigheid, gaat dat gepaard. En dat is wat u in het boek De Larf beschrijft. Dat heb ik ooit wel eens van. Eén van uw. Maar dat is niet van mij. Het gaat gewoon om dat wonder van de metamorfose. Omdat, het was bij die oude Grieken al, hè. Dus die Griekse goden, die metamorfoseren tot een zwaan of zo, en dat vinden ze met Leda, of tot een deze met Europa. En niet te vergeten, ook onze eigen Jezus Christus is ook van God eerst mens geworden. Dit is geen blasfemie, van God moest hij mens worden om te metamorfoseren om het heil te kunnen brengen. En nou ja, na een jaar of 33 dacht hij van nou, dan heb ik het wel gezien. En dan draait hij gewoon die knop weer om. En dat is bij insecten nog niet goed gelukt om het daarna weer terug te zetten. Om te draaien en ten hemel te steken. Maar die gedachte van metamorfose, dus je een heleboel vrouwen tegenwoordig die hadden liever man willen zijn. Nou, mannen die willen liever vrouw zijn. Volwassen mensen die willen eigenlijk het liefst kindje blijven. Alle kinderen die willen later groot worden. Dus eigenlijk niemand is tevreden met wat hij is. Iedereen wil iemand anders worden. En de enige die dat lukt, dat zijn die kleine beestjes overal om ons heen.
Voilà. Ik dank u heel hartelijk zowel voor de lezing als voor het babbeltje hier. En ik wens u nog een fijne dag in Brussel. En hopelijk tot een volgende keer.